Deze documentaire gaat over de vrouwen van Ravensbrück. Het is gebaseerd op het concentratiekamp in Ravensbrück, Duitsland, waar veel kinderen en vrouwen werden gedood. Nu zijn wij op de weg naar het monument op Museumplein. Wij zijn nu op Museumplein. Ik zie het monument van de vrouwen van Ravensbrück. Het is zo prachtig. Ja, het is mooi. Heel prachtig daar. Wij zijn hier op het monument van Ravensbrück. Hier kun je zien dat het is gemaakt. Het is voor van 1940 naar 1945. Maar het was gemaakt in onderwerp van 1975 door Joosten van Stansen, Frank Nix en Curio Eckhart. Het monument was ook onthuld op 25 april 1975. Dus een aantal van de Nederlandse vrouwen die het kamp overleefden, hebben na de oorlog de Stichting Comité Vrouwen Concentratiekamp Ravensbrück opgericht, die nog vandaag actief is. Wat vindt u van dit monument? Ja, ik vind het wel mooi, want het is voor de vrouw van Ravensbrück. Oh ja. Dus dat weten jullie waarschijnlijk wel. En de bedoeling is dat als de wind op een bepaalde manier erheen gaat, dan zou je dus een soort klaaggezang kunnen horen van die vrouw. En s'avonds, en ik geloof niet dat dat nog is, dan flitst ook een beetje licht. Yeah. Ja, we, dat, ja, we hebben gezien. Dat doet hij nog steeds. Oké, want ik heb dat een tijdje niet gezien. Weet u wanneer het is gemaakt? Nee, ik dacht het. Het was gemaakt in 1975. 75? Ja. Oké. En vindt u monumenten belangrijk of niet belangrijk? Jawel, vind ik wel belangrijk. En waarom? Nou, omdat ik vind dat je bewust bent. Dat je mogen vragen. Alsjeblieft, heel graag gedaan en succes met jullie projecten. Ja, het monument heeft grote betekenis. Er zijn 11 panelen rond de middentaal die licht en geluid uitzendt. Hoor je dat? Er komen 2 grote signalen uit het zuil. Het eerste signaal bestaat uit een groot en helder licht. Dit signaal is voor de vrouwen die niet zijn teruggekeerd uit het kamp. Maar er is een tweede signaal. Dat is een licht dat rondom het monument schijnt. Samen met een licht speelt een bonzend geluid. Dit signaal is een symbool voor de vrouwen die wel teruggekeerd hebben uit het kamp. Wat vinden jullie van monumenten? Zijn die wichtig of niet? Ja, schon wichtig. Ja, ja. Wichtig. Waarom? Om aan verschillende zaken te herinneren. Ja, en ja, also dieses Monument, das es geht über die Frauen von Ravensbrück. So, das war eine Konzentration Lager, ja. Ja, in Ravensbrück und das liegt im Norden von Berlin. Ja. Und da sind viele Menschen. Sehr, sehr traurig. Das sind, ich denke, schon 132.000 Frauen da bekommen und auch Kinder. Ja. Aber denkst du, dass es schön sieht? Oder? Ja, sowas ähnliches gibt es auch in Berlin. Ne? Ja. Mit den Steinen und so. Oh, ja, genau. Wo die vielen Steine sind, ziemlich zentral. Mhm. Ja, muss schon sein. Ja. Ja. Super. Bitte. Ja, thank you. So, what do you think this monument is about? Yeah, you know, I'm not sure. Do you think these monuments from World War II are important to keep? Well, there's no doubt. I think history is a great part of knowledge and bettering society. So I think it's great that, you know, the Netherlands, Amsterdam, you know, shows its support. Very much, thank you.
1998 was een monument van Vrouw van Ravensbrück verplaatst van hier, de westkant bij Veldstraat, naar... Hier, naar de oostkant van het Zingenplein, vlakbij de Tenierstraat. Bedankt voor het kijken. Hopelijk heb je geleerd hoe belangrijk dit monument is, waarom het is gemaakt en hoe het eruit ziet voor mensen die er elke dag langslopen. We hebben heel veel perspectiefs gekregen van andere landen zoals Amerika, Duitsland en Nederland in deze video. Dank u wel.